Daar zijn steeds Lourdes bij jou, want ik ben in september naar Lourdes geweest en ik dacht, ja, ze zijn een mijl in Grodden maken. En het is misschien wel zo, als er een paar steentjes van Lourdes ook in zitten, dan is het ja, een echte Lourdesgrot, hè. Welke steen zien we? Nou, ik kan ze wel even aanwezen. Dat zijn deze. Ja. En die. En dan die achter Maria steen, maar er zijn er drie in het midden. En ik heb dat eigenlijk zo tegen Mart gezegd. Ik zeg, Mart, die steen kan je zo verwerken dat ze zichtbaar zijn, dat de mensen kunnen zien dat die echt van Lourdes komen. En bij de vrijwilligers van het kerkhof, er zijn allerhande mensen, we zijn met een man of 10. En ja, er is een bouwvakker bij, er is er een bij die heeft ja, aan de wegenbouw gewerkt en die heeft in het metaal gezeten. Dus van alle merken zijn ze wel wat tussen en dat is tot het resultaat gekomen. Maar de rest is eigenlijk alles uit de hand en nuffenhand, ja, op het oog gemaakt. Ik denk dat Meel het Lourdes van Limburg werd, ja. Ik denk wel dat er op een duur een helder mensen toch komen kijken en hier een kaars aan komen steken en even rustig bij Maria kunnen zitten. Wat nog niet is, dat kan nog altijd komen. Dus we gaan op nu dat het toch een keer gaat gebeuren hier.